Ja, nou, en dan zijn we bij de volgende vraag aangekomen. De laatste vraag, dan wel niet. Ik wil net als jij acteren, maar heb helemaal geen idee waar ik moet beginnen. Hoe kwam jij als acteur in beroemde films, series, reclames terecht? Was dat spannend? Ja. Dat was vrij spannend. Dat vond ik super spannend. Omdat ja, ik wilde gewoon heel graag dat doen. Het leek me hartstikke leuk om mensen een leuke tijd te geven. En ja, dan is televisie en internet en alles zijn daar natuurlijk de perfecte media voor. Ja, je wilt ook acteren. Nou ja, acteren. Ik denk dat iedereen wel ergens kan acteren. Ik heb ook vaak wel eens achter de camera gestaan, dus dingen geproduceerd. En dan had ik mensen en dan moest je een beetje coachen, maar dan kwam er echt best wel hele tof, kwamen er best wel hele toffe dingen uit eigenlijk. Ja, je weet niet waar je moet beginnen. Ja, ik zou zeggen, begin voornamelijk jezelf. Want kijk, acteren is ook gewoon een vak en het is ook gewoon een professie, zeg maar. Iedereen denkt, ja. Ik kan het, maar ja, tuurlijk, iedereen kan het, maar je moet wel bepaalde skills ontwikkelen. En daarin zeg ik van ja, ga naar een toneelschool, theaterschool, theateropleiding, theatercursussen of filmcursussen. Weet je, ik bedoel, ik ben zelf ook begonnen met jeugdtheater, daarna theaterschool. Je gaat toch wel jezelf, je gaat er echt voor. En ja, ik zou zeggen, doe dat. Doe vooral jezelf ontwikkelen. En veel uren maken. Schrijf je in bij een castingbureau. Maak mooie foto's van jezelf. Zorg dat je altijd representatief bent. Zorg dat je altijd dat mensen je altijd willen zien. Dat ze je altijd aardig vinden, leuk vinden om mee te werken. En ja, dan gaat het volgens mij vrij snel. Ik bedoel, ik heb mensen die ging ik auditie doen. En ja, die zijn opeens doorgebroken omdat ze gewoon goede werkmentaliteit hadden en hartstikke aardig en hartstikke tof en heel goed met de crew en de regisseur konden omgaan. Dus ja, het is gewoon business. Het is gewoon te gaan. En het is, ja, en was dat spannend? Tuurlijk is het spannend. Ik denk, als je de ambitie hebt om te acteren en zeker om in films, series of commercials te acteren, ja, dan moet je wel alle angst van je afstoten en gewoon gaan. En ja, ik ben heel benieuwd. Laat me weten als het is gelukt. Of als ik je ergens mee kan helpen. Hey, zet hem op.